Pech? Nee, geen pech. Het is redelijk structureel. Want hij is verleden jaar door de GOM gered. Met alle geluk van de wereld won hij toen van Ajax in die halve finale voor de beker. Waardoor ze bekervoetbal gingen spelen en Europees haalden. Maar toen waren er ook al redelijke sportieve problemen. En Robert staat voor een cruciaal punt in zijn carrière, denk ik. Hij is ooit naar voren geschoven als de nieuwe toptrainer van Nederland. De zogenaamde kroonprins. Hij heeft de looks, hij heeft het pak, hij heeft het zelfs aan. Ik vind het mooi. Prachtig pak. Ja, mag ja, prachtig pak. Ja. Ja. Maar hij moet nu maar eens waarmaken dat hij ook in moeilijke tijden op de been kan blijven. En misschien in plaats van een kringgesprek dat ze wat meer kunnen gaan trainen. Dat zou ook kunnen helpen. Maar het is maar een suggestie. Maar het is nu dus... Hoe vaak trainen wij per week, joh? Ik heb geen idee. Nee, ik weet ook niet. Vind ik het ook geen slimme opmerking. Nee, als je niet weet hoe vaak we trainen, zou ik dat niet zeggen. Nee, maar ik weet ook niet hoeveel kringgesprekken je houdt. Dus ik heb niet een opmerking. Nee, maar dan zeg ik, dan praat je over situaties waar je absoluut geen weet van hebt. Hoe wij werken op het veld, binnen de club. Oh, dus dan moet je dat niet over oordelen. Als ik een grapje of een woordspeling maak, dan ben je op je pik getrapt omdat je verloren hebt. Nee, maar ik ben gewoon lekker scherp. Oh, dat noem je scherp. Nou, ik hoop dat zaterdag dan tot uiting komt in de wedstrijd. Tot nog toe was je zeker niet scherp, want ik heb de wedstrijden niet teruggezien. Maar hij zit nu voor het punt dat hij dus moet tonen dat hij echt karakter heeft. En dat hij ook op de been blijft in moeilijke periodes. En dan druipen er ook wat andere verhalen door. Als het even slecht gaat met een club. En dan hoor je dat hij wel de getapte jongen in de horeca uithangt. En dat zijn allemaal van die drogredenen, maar die komen dan naar voren. En dat het niet de hardste werker van Nederland is, hoor ik dan steeds. Robert, ik zie je... Ja, nou, omdat ik het hele goedkope argumenten vind. Dat verhaal van de getapte jongen in de horeca... slaat helemaal nergens op. Nou, je moet wel eens je niet laten zien in de horeca. Er zijn momenten dat je beter als trainer niet kunt laten ook, zien. Ook weer. Zo'nzelfde verhaal, dat zijn dan geruchten. En ik vind wel dat je gelijk hebt op het moment dat het slecht gaat, dan komen er allerlei dingen boven. Op het moment dat je een mooi pak aan hebt, dan verlies je, dan wordt dat opeens als negatief uitgelegd. Als je communicatief sterk bent en je verliest, dan ben je opeens een gladde babbelaar. Dat zijn allemaal dingen die gebeuren als je verliest. Ik vind op het moment dat wij werken bij Willem II, dan doen we dat op een gestructureerde manier met een visie. En die probeer ik aan te houden. Nou, op dit moment lukt dat niet en dan proberen we met een groep uit te komen. En er zijn alle redenen daaromheen, die worden dan inderdaad aangedragen. Precies, dat maar heel er is niemand. Nou, dat klopt ook, maar er is niemand, als je aangeeft van ja, Maaskant is lui. Nou, dat heb ik niet gezegd, niet de hardste werk. Nee, nou goed, maar dat suggereer je daarmee. Of niet? Dat suggereert op het moment dat je die woorden gebruikt. Nou, als iemand mij kan aantonen dat ik lui ben of dat ik mijn uren niet maak op de club, nou, dan heb ik daar vrede mee. Maar het is gewoon niet waar. Als iemand kan zeggen dat ik me niet goed voorbereid op wedstrijden, of dat wij tactisch niet goed staan, of dat de trainingen niet kloppen, nou, prima, dan is die kritiek terecht. Maar ik vind wel dat op het moment dat je kritiek krijgt, moet het gefundeerd zijn. Dan moet het ook waar zijn vooral. Ja, maar er zijn weinig mensen die, als ze die kritiek krijgen, dit ook gefundeerd vinden. Jij geldt een beetje als een man die wel graag de klemmer meepikt van het vak. Maar als er echt, als je in de bak moet, dan ben je wat minder op de voorgrond tredend dan wanneer de klemmer opgestreken kan worden. Ja, nou goed. Dat is heel menselijk, hoor. Nee, maar ik vind dat niet. Ik geniet er wel van. Hè. Even voor de duidelijkheid. Ik vind het heel erg leuk wat ik doe. Ik vind het trainersvak heel erg leuk. Ik train ook af en toe de jeugd bij Willem II. Nou, dat is volgens mij niet zo heel glamourachtig. Ik doe regelmatig, train ik andere elftalletjes. Ja, maar dat vind je geen verdienste. Jij wordt beoordeeld dat Nederland zelf al misschien... Nee, dat gaat niet. Individuele trainingen met spelers van het eerste. Dus alle aanleiding voor, lijkt me. Ja, maar dat gebeurt dus ook. Ik heb John Lammers erbij gehaald op dit moment om op dinsdag en donderdag extra aandacht te besteden aan de spitsen. Omdat ik vind dat ik die kwaliteit ontbeer met de groep die we hebben. Dus er wordt gewerkt met de verdedigers individueel, er wordt gewerkt met de middenvelders individueel, met de spitsen individueel. En ik vind dus ook dat we daar heel gestructureerd mee bezig zijn. En ik zie ook wel dat op het moment dat wij verliezen, dan is het niet goed. Dan moet het beter. En als je 7 keer op rij verliest, dan ben je als trainer verantwoordelijk. En dan gaat het rommelen. Allemaal heel logisch. Ik bedoel, het is voor mij ook niet mijn eerste jaar dat ik hoofdtrainer ben. En ook niet het eerste jaar dat ik in betaalde voetbal zit. Maar wel voor het eerst in de problemen zit. Nou, ja, ik heb ook wel bij RBC moeilijke periodes meegemaakt. Bij Go Ahead. Maar dan, dat was een clubje, dan werd het je vergeven, want je zat bij RBC, hè? Nee, dat is ook zo. Maar dat automatisch, op het moment dat je hoger trainer wordt bij betere clubs en de prestaties zijn minder, dan kom je in zo'n fase terecht. Nou, het is niet zo moeilijk. Ik zit heel duidelijk in een moeilijke fase. Met Willem II overigens. We doen dat...